Guus, van november tot en met maart heb je niet in actie hoeven komen op het veld. Wat doet een bondscoach dan? Ja, hoe kom je de tijd door, wil je zeggen? Nee, wat wij doen is heel veel wedstrijden volgen. Ja, bijna elke dag wordt er tegenwoordig gespeeld. Midweeks en zelfs op de vrijdagavond en op de maandagavond. Dus wij trainers van de KNVB en de scouts volgen alle wedstrijden. Zowel op tv als ook lijfelijk. Hoeveel wedstrijden heb je zelf bezocht? Om en nabij? Weet ik niet. Ik kijk, nou ja, als je terugbrengt naar een week. Ik kijk vanaf vrijdag, zaterdag, zondag, maandag op televisie en dan kun je nog weer schakelen. En dan ga ik in het weekend altijd 1 of 2 wedstrijden bezoeken daar. En kun je het aantal scoutingsrapporten dat je hebt ingelezen nog terughalen? Dat zijn, nou, ze rapporteren op papier, op computer, maar ook een toelichting verbaal. We hebben 1 keer in de week. Dinsdags hebben we sowieso een vergadering met de scouts. En die brengen dan hun rapporten die ze maandags opstellen. En hun video's die ze ook samenstellen, brengen ze dan op de dinsdag meeting. En dan praten we daarover. Dus ja, ik heb geen dikke, ellenlange rapporten. Het zijn vaak mooie staccato telegramstijl rapporten. Kort maar krachtig. Ja. Dus ondanks 4 maanden geen wedstrijd ben je veel met Nederland zelf al bezig geweest. Ook wel een beetje vakantie gehad? In de winter, altijd even rond kerst, dan doen we alles uit. Televisie, mobiel, alles doen we even uit. Dan hebben we geen communicatie. En denk je in die periode wel over het Nederlands elftal na? Jawel, dat blijft continu in je kop zitten. Alleen het probleem, het verschil is met een club. Als je een keer goed gaat, dan denk je ook na. Als het een keer even minder gaat, dan ga je proberen de oplossingen weer te vinden. Opdat het beter gaat. Nu ging het in november niet slecht met Nederland zelf, de laatste wedstrijd Mexico-Letland. Dus daar vond ik weer een nieuwe fase in. Dus dat gaf weer energie om goed na te denken en goed spelers te volgen die in aanmerking gaan komen. En met welk gevoel ga je nu deze periode in? We hebben nu maart. Dat is wel een niet cruciaal, maar wel een hele belangrijke. We staan nu derde. Nou, de Turken staan net onder ons. Als we die van ons lijf af kunnen houden, dan doen we een goede tussenstap. Ja, je zegt het al, belangrijk duel tegen Turkije. In hoeverre voel je nou de druk? Die is er bij elke interland, omdat de wedstrijden heel sporadisch zijn natuurlijk in vergelijking met de club. Bij de club voel je ook druk, uiteraard. Maar als het een keer fout gaat, kun je die binnen 3 dagen... 5 dagen, 6 dagen weer proberen goed te maken. Dat is bij een nationaal elftal wat moeilijker. Er is altijd druk. Er is altijd druk. Maar goed, dan moet je kijken of je nagels daar tegen bestand zijn. Doen ze het nog, de nagels? Nou, af en toe heb je zoiets van, dan zit je na te denken. Automatisch ga je dan even. Er gaan ook duizenden Turken naar het stadion komen. Verwacht u dat dat nog invloed gaat hebben op de wedstrijd? Ik denk het wel. Ik denk zeker voor ons, maar ook voor de Turkse ploeg. Want ik heb ook aan die andere kant, ik heb bij hun gewerkt. En als we dan ergens speelden in Europa, ja, dan was het bijna half om half gevuld stadion. Dus dat heeft zeker, want de Turkse spelers zijn mooie, emotionele spelers. Dat heeft zeker invloed op hun. Een beetje op de zaken vooruitlopend, maar we hebben natuurlijk ook die oefenwedstrijd tegen Spanje. Vind je het nou een voordeel of een nadeel dat deze na de wedstrijd tegen Turkije wordt gespeeld? Nee, ik vind dat goed. Ik vind dat goed. En als ik eerlijk ben, hebben we daar ons nog niet al te veel op gefocust. Want Turkije is voor ons de hoofdmoot, laten we zeggen. Ik wil niet zeggen dat het die andere wedstrijd niet. Dat wordt een mooie, voor een vol stadion, wat ik weet, een goede wedstrijd, een mooie wedstrijd. Maar ik vind dat goed dat het zo georganiseerd is. Want anders ga je iets met de handrem op die wedstrijd in. Omdat de hoofdmoot op de kwalificatiewedstrijd ligt. Aan de andere kant heb je niet even een oefenwedstrijd gehad om alvast even te wennen. Dat klopt. Alleen dan loop je ook weer het gevaar van in de wedstrijden die nog scherper zijn. Ook zelfs vriendschappelijke wedstrijden tegenwoordig. Ja, dan loop je weer het gevaar dat ook sleutelspelers in de problemen kunnen komen. En wat ga je dan doen? Laat je ze volledig spelen of ga je ze de half uithalen? Dus ik vind deze organisatie andersom beter. Dit heeft jouw voorkeur.